Goedemorgen. Goedemorgen. Jij van Denmark. How are you feeling? Good. Exciting. Ik voel me fantastisch. Ik vind het ook een beetje spannend. Ik was om 4:30 wakker. Ik kijk er al zo lang naar uit, dus het is echt heel bijzonder. I'm feeling ready. I did lots of training and I'm excited. En de startschipbaan van hier zal zodanig worden gelost door Pupper en Pup is de junior barstrijder. Gezellig en ja, zo had ik het ook al verwacht. It's way more people than I expected. Heel veel gezelligheid van andere mensen. En langs de kant. Het is wel speciaal dat al die mensen gewoon langs de kant staan en zo en staan te juichen als jij dan langs loopt. Allemaal mensen bieden allemaal hapjes aan en drinken. Wat me opviel is dat heel veel mensen dronken zijn. We zijn heel goed bezig. Heel goed bezig. Let's go. Dat wij als V-team meelopen. Ja, dat vind ik helemaal belangrijk, want ik hoorde het net al. Hè, normaal is het met 100, maar omdat het dit jaar 75 jaar herdenking is en jullie extra aandacht daarvoor vragen. Ik denk dat het ook dan voor kinderen belangrijk wordt wat er 75 jaar geleden gebeurd is. Wilt u zelf ook meelopen? Het lijkt me wel wat ver, moet ik eerlijk zeggen. En als burgemeester vind ik het ook belangrijk dat wij de mensen aanmoedigen die voorbij komen. Ja. Dus ik hou het voorlopig even mee aanmoedigen, maar misschien ga ik hem ooit nog een keer lopen. Okay. Ik loop de Nijmeegse Vierdaagse om mijn lievelingsdieren, de gorilla's, te helpen. Want ze zijn met uitsterven bedreigd. En als jullie ook de gorilla's willen helpen, dan moet je naar www.vierdaagsesponsorloop.nl. Ik hoop dat mensen meer respect krijgen voor de gorilla's, zodat ze niet... meer met uitzet bedreigd zijn. Ik loop dus de Vierdaagse en dan loop ik en dan zoek ik afval. En als ik een appel zie of een pak frisdrank, dan pak ik de frisdrank op. Want de frisdrank belandt in de plastic soep en de appel wordt opgegeten. Ik hoop dat mensen zien dat je zelf door gewoon rond te lopen en gewoon door spullen op te pakken zelf al het verschil maakt. Heel zwaar, echt. Ik heb geen goede schoenen aangedaan. Kijk. Kijk, daar ga ik al. Ik val dus al gewoon omdat ik moe ben. Ik heb het zwaar onderschat. Ik dacht, ik hardloop wel eens 12 kilometer of zo. En denk, nou, ik word 30 kilometer lopen. Maar het valt echt vies tegen. Ik moet me ook niet aanstellen, want er zijn mensen van 80 die doen er 50 kilometer. Ja, dan heb ik niks te janken natuurlijk. Nee. Ben je ooit wel eens hier geweest bij de Vierdaagse? Nee, eerste keer. Eerste keer. Ja, echt heel tof. Ik heb heel veel gefilmd en gevlogd en fotootjes gemaakt. Dus ik heb genoten. Goedemorgen!